Vrouwtje. Vrouwtje gaat zo eventjes boodschapjes doen. En voor jou ga ik eetjes halen, want je hebt bijna geen eetjes meer. En ik neem jullie eventjes lekker mee. Enkel ja, in de winkels mag niet gevlogd worden, dus dan zet ik mijn GoPro even uit. Dus ik neem mijn GoPro mee. Die gaat dan in zijn huisje. Dat, ja. Komt goed, ik neem jullie even mee op een klein tochtje. En dan merken we het alweer. En de telefoon gaat. Ja, zo zou je het altijd hebben. Dat ik zal even kijken. Dat is mijn dochter Karin. Hallo. Hallootjes. Hallootjes. Ik zou net, ik zeg net tegen de lieve vrienden van YouTube van dat ik even boodschapjes ga doen. Ik ben aan het vloggen en dan bellen en nou ja, ik sta er niet bij. Dus ja, mooi. Dus ja, lieftallige dochter, wat nou? Hoe lossen we dit op? Ik heb dus nou net een videootje opgenomen, die komt volgende week online. Ja, nou, jullie horen het gelijk geloof ik daar. Mijn moeder en dochter, dus Karin van der Werf, jullie kunnen mij vinden, ja, op Karin van der Werf, op YouTube. Ik ben dus ook druk bezig met vloggen. Deze vlog die ik nu maak op 18 januari 2018, die komt op 25 januari online. Ik heb op dit moment 221 abonnees. Doe goed. Oh, nou ja, hoe je dat allemaal doet, dat weet ik allemaal nog niet. Maar dat komt wel goed, dat leer je me ook maar eens een keer. Ik ben ook bezig een vlog in elkaar te zetten. Dat heeft ook met dat klote weer van vandaag te maken. En heeft het weer een klote, man? Ja, tegenwoordig wel. Wist je dat nog niet? Dus ja, die wil ik vandaag nog wel even proberen online te krijgen. En wat ik nou vlog, lieve mensen, dat komt een andere keer wel weer. En die plan ik dan. Ja, net als mijn vorige. Maar nou viel ik zowat, moet maar niet. Ik ga ophangen, lieve schat. En ik neem mijn, hoe heet dat dingetje nou? Daarnet zeg ik het nog. Mijn GoPro neem ik mee. En ik dacht, ja, je hebt hier die gekke winkeltje, mag niet vloggen erin. Dus iedere keer, bij je binnenkomst zet ik hem uit, bij je uitgaan zet ik hem weer aan. Ja. En dus. En ik zal eerst meneertje buiten laten. Kan ik me in die tussentijd klaarmaken. Okidokie. Nou, tot later. Doei doei. Ebbedebbedeb. Nou ja, dat was dus mijn dochter Karin van der Werf. Ik heb ook trouwens nog een zoon, die vlogt ook. Dat is Harriet van Beek. H-A-R-R-I-T van Beek, ja. Dus die kunnen jullie ook ergens somewhere op YouTube vinden. Dat, wie weet. Kan hij jullie helpen met zijn vlogs? Ja, misschien dat het leuke ideeën zijn. Ik weet het niet voor jullie. Ik zou zeggen, kijk gerust en... luister en huiver en ik ga nou boodschappen doen. Het is nu knap weer, het waait nog wel, maar de storm is gaan luwen. En het zonnetje schijnt. De lucht is blauw, een wolkje erbij hier en daar. Dus ja, dat komt wel goed, toch? Ze zeggen tot later. Thank you.
Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. We zijn weer thuis beland. Ja, en ik ben mooi tussen de regen, hagelbuien, weet ik veel wat het allemaal is, doorgegaan. Ik heb niks gevoeld. Dus ik was lekker weer mooi op tijd binnen. Ja, dat ik heb boodschappen gedaan. Voor morgen. Spekjes. Voor, ja, ik heb maar één bakje nodig. Nou, dat lust ook iedereen wel. Chippie, chippie, chippie. Ja. Ga de kast in. Ik draai jullie even op. Wacht even. Sorry voor mijn hand. Zo. Nou, broodjes. Moet toch ook eten, hè? Ja, broodjes. Twee pakjes ervan. Ik heb geraspte kaars. Want de andere kaars, dat was allemaal van dat hele knoeren ter harte. Heel, heel hard aan de zijkanten. Nou, dat kan ik niet wegkrijgen. Dus ik heb geraspt genomen dit keer. Nou, een koek bij de koffie. Die komt er op de koffie. En dan nog gevulde koeken. Lekker, lekker, lekker. Nou, voor in de koffie voor de melkliefhebbers heb ik poedermelk. Want zelf drink ik mijn koffie lekker zwart. En hier was de andere zak met broodjes. En dan hebben we spruiten voor morgen. En voor mijn lieftallig pleegzusje, CQ's, vriendin, want ja, ze is alles in één. Heb ik een toetje meegenomen. Ik ben momenteel uitgegeten op toetjes, dus lok. Nee, ik hoef geen toetje. En ik heb voor nu, voor vanavond, lekker saté ayam met nasi. Lekker, lekker, lekker. Nou, daar staat de boel dan, hè. Is toch lekker of niet dan? Ja, ja, vind ik van wel. Dus ja, nou is de tas leeg. Ja, die ga ik dus opruimen. En dan ga ik dat opruimen, de boodschapjes. Ik ga koffie maken, want ik heb dorst. En dan zal ik dit ook allemaal weer in een map gaan zetten. En ik zal verder met de vlog van vandaag. Ja, want daar was ik mee bezig. Ja. Dus niet lang meer, dan kan ik hem aan elkaar maken. Daar hebben jullie allemaal zo'n leuk woord voor. Ik vergeet dat woord iedere keer weer. Editen, weet ik veel wat. Het doet er voor mij niet toe. Ik zeg dan gewoon op mijn manier aan elkaar lassen. Want ze worden aan elkaar gemaakt, ja. Ik weet het ook allemaal niet hoor, hoe je het noemen moet. Het is allemaal akradabra en ik mag blij zijn dat ik het kan. Ja. Hé, meisje. Hé, mijn meisje. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Ja, in ieder geval. Lieve vrienden, ik zeg... Tot later, toedelidokies. Zo, de spruiten van morgen zijn al schoongemaakt. Dan ga ik ze straks naar goede tijden, slechte tijden eventjes koken. Ik zal ze eerst nog wassen, dan water erop, een stukje boter erbij, dan kookt het niet over. En dan zijn die in ieder geval gaar voor morgenavond. Dan hoef ik dat in ieder geval niet meer te doen. Dus morgen alleen nog spekjes bakken en een sippeltje bakken en daar komen de spruiten lekker doorheen. Dus ja, wat willen mensen nog meer? Lekker eten toch? Ja, goed voor je. Het is gezond. Dus ja, en dat zal mijn zusje wel lekker vinden, denk ik. Ze wou spruiten dus. Krijg je spruiten? Ja, dat kan nu. Vanmiddag net gekocht, zoals jullie weten. Nou, ik zou zeggen, geniet van je avond. Ik kom vanavond niet terug. Nee. Morgen weer een dag. Dan kom ik weer terug. Doei. Wel rustig voor vanavond. Doei, doei.